Goedemiddag lieve vrienden, ja het is vandaag alweer zaterdag 14 september en we leven om ja, bijna half drie. Ik ben heel erg laat, weet ik, maar ik heb eerst weer andere dingen gedaan wat zijn prioriteiten nodig had. Ja, en Frodo die wou niet naar beneden, die bleef maar slapen. Nou ik denk, blijf dan maar lekker liggen jij, maar ik ga wel door. En op een gegeven moment kwam hij toch uit zichzelf naar beneden toe. En ja, ik ben nu met koffie bezig. En ik moet zelf ook nog even een broodje, mijn lunch. En straks gaan we dan naar het restaurant. Waar wij andere week uit eten gaan, 21 september. En dan zal ik de boel daar regelen. Sowieso voor Karen en Roderick, maar ook andere dingen. Ik wil alles. Ik wil al een tafeltje bekijken, want het is een nieuw restaurant. Ik ben er nog nooit binnen geweest bij dit restaurant. Ik ben wel bij die man geweest. Dat was toen in een andere straat. Ja. Kijk dan ook uit. Hey, you dogs. Loopt meneer weer weg, zonder kap. Hey, we gaan niet graven. Dat vind ik zo niet lief. Dat vind ik zo niet lief. Nee, dat vind ik echt niet lief. Dat vind ik niet kunnen. Hé. Hey. Vind ik niet kunnen, hè? Nee. Is echt niet lief. Kom hier. Kap op. Hé, hey, kap op. Nou, van de buitenkant moet je niet kijken. We gaan niet graven. Is nergens voor nodig. Ben je nou? Nee. Je bent net buiten geweest. Daar nou op. Hop. Eigenwijs. Eigenwijs. Ja, doe maar. Ah, weer ondeugend zijn, hè? Ja, ik weet het. Weer ondeugend zijn. Maar ik ga even water op mijn koffie schenken. Ja. Meneer is ondeugend. Dat is klaar en dan gaan we lekker, ja, kijk er ook uit. Op die vlak achter me, weet je. En dan kan, ik heb geen ogen in mijn rug. En hij weet wat ik aan het doen ben. Ja, je bent gladiool. Dus ja, ik ga aan het einde van de middag naar het restaurant. Want nou is hij toch dicht. Er is nou nog geen mens aanwezig. Dus dat is pas aan het einde van de dag. En ik neem jullie wel eventjes mee. Al is het mijn koper ook. Ik neem ook die mee hoor. Doe ik gewoon in mijn tas. Ja, ja, ja. En dan zullen we het beleven. Ja, want Carlo wilde wel op. Ja hoor. En ik mag er vloggen. Maar mijn eigen hoekje dan, hè. Maar ik wil dan gewoon eventjes die tafel, als die nog leeg is, vloggen. Om te zien waar we komen te zitten, et cetera. Dus ja, dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Geniet van je dag, want het is prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt, ja, het is ook bewolkt, maar ook blauw, daar is bewolkt. Ja.
Dus ik zeg tot later. Ja, lieve vrienden, ik sta klaar om weg te gaan. Ik doe even een rondje door het centrum om zo naar het restaurant te gaan. De GoPro gaat mee, dus jullie zien het wel. Ik wil even ook voor Pokémon. Nee, ik ga niet voor Pokémon weg. Nee, geen zin in, maar ik wil even een rondje start. Ja, Frodo die krijgt een muilkorf er nog bij om. Anders dan weet ik het alweer. Dan vind ik weer een hoop bloed en narigheid als ik thuis kom. En daar heb ik geen zin in. Nee. Dus ja, lieve vrienden, geniet nog van alles. Ik ga er vandoor en ik hoop dat ik het jullie kan laten zien allemaal. Tot later. Oh ja! Oh, is er eentje blij dat vrouwtje weer thuis is? Oh, yo. Ja, we zijn dus weer thuis. We hebben ook even een paar kleine boodschapjes gedaan. Want ik had zin in een slaatje. Nou, niet duur hoor. En ik heb nog een paar sokken voor mezelf gekocht, zwart. Maar dan voor de winter. Deze zijn dikker. Kijk, er 3 paar voor 1 nog wat. Dus wat wil je? Ja, dat is lekker goedkoop. En ik heb een nieuw aanrechtdoekje. Die vond ik wel duur hoor. 2 nog wat. Maar dit is weer wat nieuws. Ja, van Vileda. Ik heb deze nog nooit niet eerder gezien. Dit was voor het eerst. Eén zo'n doekje, dus 2 nog wat. Maar als je deze, je kunt hem ook uitspoelen en al. Maar als je deze dus nat maakt, vochtig maakt. En je maakt je tafel dus schoon of je aanrecht. Dan laat het geen natte strepen achter. Dat wil ook wel eens. En dan moet je het eerst laten drogen of met een andere doek opdrogen. Dat schijnt hier niet mee nodig te zijn. Dus ik ben benieuwd, ga ik wel even uitproberen vanzelf. Ja, je weet me nooit. Ik vind hem zo raar opgevouwen. Dat klinkt toch ook anders. Ja, vouw hem gewoon, hup, door het midden heen. Zo. Moet ik wel recht hebben. Zo. En dan vouw je zo ook weer door het midden. En dan is de verpakking ook dan nog kleiner, hè? En dan doe je dit toch gewoon voor plastic, zo. Ja, dan kan men dat toch in de winkel ook zien. Maar dan is die kleiner opgevouwen, je hebt minder plastic nodig. Ja, helemaal goed. Maar oké, en een bounty heb ik meegenomen. Ik heb ook al betaald, maar dan gaat de andere lekker niks aan. Ik moet alleen nog even melden dat ze met een goed humeur moeten verschijnen. Vrolijk moeten zijn. Er zin in moeten hebben. En zo ga ik dus straks ook Corrie even bellen. En ik moet Jan zien te bereiken. En dan komt het allemaal goed. Karen die hakte net al aan de telefoon, maar die was bij de Lidl binnen. Nou ja, daar ga ik er niet over reppen. Komt wel. Ik ga nu een bakje koffie maken. En ik wens jullie nog heel veel plezier voor vanavond. Want het is al avond. Ja, jullie hebben ook allemaal gegeten. Ik nog niet, maar ik heb ook geen honger. Ik neem een slaatje mee en ik neem een broodje. En dan is het klaar. Ja, .nl. Frodo en Ewin en Kandelof moeten natuurlijk nog wel eten, maar dat komt ook zo wel. Ze hebben ook vanmiddag toch laat gehad. Dus ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik heb ook een tafeltje gezien, maar op dat moment heb ik even maar niet aan het vloggen geweest, nee. Ik heb het wel tegen Carlo verteld en ik had de GoPro dus aan. Jullie weten ook dat ik naar binnen ging, daar heb ik de GoPro uit moeten doen. Want ik moet mijn schroefmobiel er laten staan, want ik ken niet de lift in. Nee, de lift die, dan moet ik zo krap draaien, want die deur die gaat die kant om open. Die gang is ook maar zo breed en niet breder. Dus ja, dan moet ik die draaien en dan moet ik erin zien te komen, maar dan is de lift ook nog te kort qua lengte van mijn booster. Dus dat gaat het hem niet worden. Ik denk, ach, laat ik maar, ik zet hem gewoon hier op neer en sleuteltje eruit, de boel eraf en het wordt wel in de gaten gehouden daar. En we kunnen met z'n allen in die lift en dan naar boven toe, .nl. Ja, weer je kap los, hè? Ik ga dat op een andere manier even vastmaken.
Hij haalt zijn kap los, jongens. Kijk, die dingetjes die gaan eraf. Ik doe dat gewoon met vuilniszakkenbindertjes. Ja, toch? Ja, dacht ik wel. Kijk, hem ook tenminste fatsoenlijk schoonmaken. Maar dat moet ik ook van de week even doen. Even in een emmer met sop. En dan wil hij daar weer er niet in. Daar wil het nog wel. Het is enkel bij deze gaatjes zijn die dingen versleten. Ja, er zitten puntjes aan. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien hoor. Oh jee, hoe doen we dat? Hoe doen we dat? Hoe doen we dat? Ja, die puntjes, dat zit ook van onder waar mijn duim en mijn wijsvinger zitten. Daar zitten ook van die puntjes. Die puntjes. Ja, ik weet niet. Zo zien jullie dat ook. Nou, die puntjes die hebben haakjes en die haakjes die zijn al afgesleten, want hij heeft die kap al zo lang. Maar ik ben blij dat hij er zo lang mee kan doen. Want de vorige kappen die we hadden, daar zaten die van die stootranden aan. En toen was die zomaar kapot. Scheuren erin en dan kon je om de haakklap een nieuwe kopen. Nou, dat doen we in één keer in de zoveel tijd even nemen met sop en schoonmaken. En laten drogen buiten en klaar. Ja, maar ik zie het, ik moet ermee aan de gang, want meneer die begint alweer te hangen. En dat wil ik niet hebben. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. En ik zou zeggen, een hele fijne avond. Voor later op de avond uiteraard welterusten. En lekker slapen, hè, de poten bij neerhangen. Is een achterpoot. Mafklapper. Maar oké, okay. Ja. Ik zou zeggen, voor later op de avond welterusten. Morgen uiteraard gezond weer op. En ik zie jullie morgen weer. Ik zou zeggen, tot dan. Doei doei. I got no rules, I count 'em.